Na de verwerking van onze document object model en onze CSS object model kunnen we deze twee gaan combineren in de zogenaamde render tree. Nu, tot nu waren onze document object model en onze CSS object model eigenlijk redelijk onafhankelijk van elkaar. Maar in deze stap zullen we beide eigenlijk gaan combineren in één boomstructuur om dan uiteindelijk te gaan gebruiken in onze volgende stap, dus de layout stap. Nu, die render tree, belangrijk om te weten, is dat deze enkel zichtbare nodes zal bevatten. Dus nodes die aan de hand van CSS geannoteerd werden met display none, gaan hier niet getoond worden. Als ook nodes die gewoon niet gerenderd kunnen worden. Dat zijn typisch de tags die in je head tag van je HTML zitten, zoals bijvoorbeeld meta tags. Een belangrijke kanttekening hier is dat nodes die de opmaakregel visibility hidden krijgen, zullen nog altijd in de render tree zitten. En dit is omdat die nodes zijn inderdaad niet zichtbaar, maar ze zullen nog altijd plaats innemen tijdens het visualiseren van de webpagina. Dus daarom zijn ze nog altijd belangrijk voor onze layoutstap. Dus daarom voegen we die nog altijd toe in onze render tree. En nog een laatste belangrijke detail hier is dat onze schermgrootte nog niet in rekening wordt gebracht. Dus nodes die buiten onze schermgrootte vallen, zullen we nog altijd wel toevoegen in onze render tree. Nu, de verwerking van die render tree is eigenlijk redelijk eenvoudig. In de eerste stap gaan we eigenlijk elke node binnen onze document object node gaan overlopen. En we gaan enkel verder gaan met de nodes die effectief zichtbaar zijn. Dan in stap 2 gaan we voor elke node de toepasbare CSS object model regels gaan bekijken. En dan gaan we die in stap 3 samen met de inhoud gaan toevoegen aan onze uiteindelijke render tree structuur. Nu, hier achter mij kan je een voorbeeldje zien van hoe zo'n render tree opgebouwd wordt aan de hand van onze document object model en onze CSS object model. Hierbij kan je bijvoorbeeld zien dat bijvoorbeeld niet zichtbare tags, zoals alles binnen onze head tag daar, dat deze niet terechtkomt in onze render tree. Nog iets die opvalt is dat onze span tag, die in onze p tag daar zit, dat die verdwenen is in onze render tree. Dat is omdat in onze CSS object model dat we die geannoteerd hebben met een display none. Dus dat is een niet zichtbare node.